Welkom Peter bij Wokast. Yeah, goedemorgen. Leuk dat we dat gaan doen. Dit wordt de tweede aflevering over Bitcoin. En de vorige was met jouw broer Bert. Ja. En we zijn hier specifiek vanwege jullie nieuwe boek Ons Geld is Stuk. Wat volgens mij best een goed succes is. Ja, zeker. Ik ben best wel blij met het resultaat. Van tevoren hadden we niet echt uitgesproken verwachtingen over van wat definiëren we nou als succes. Want, ja, voor de eerste keer een boek schrijven. Ja, misschien uit een beetje zelfbescherming daar ook geen verwachtingen over. Ik ben er niet echt mee bezig geweest eigenlijk. En het schrijven van het boek ging ook hartstikke soepel. Dus we zijn daar in totaal denk ik een maand of 2-3 echt mee bezig geweest om te schrijven. Dat is heel snel voor een boek. Dat is snel, maar het is ook niet helemaal eerlijk, want daaraan vooraf gaan jaren waarin we over de inhoud natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd hebben en ook heel veel artikelen geschreven hebben. Dus het is niet zo dat we maar 3 maanden voordat het boek uitkwam echt begonnen of zo met de inhoud. Het was ook een kwestie van je gedachten op papier zetten, maar dan alsnog kom je erachter dat een boek schrijven is toch weer een heel andere tak van sport dan even een podcast maken of een artikel schrijven, zelfs als het een lang artikel is van 10.000 woorden. Op een gegeven moment past het gewoon niet meer in je hoofd. En het is ook onmogelijk om iedere keer even het hele boek opnieuw te lezen om, om dat hele model weer in je hoofd te krijgen. Ja. Ja, dus het was wat dat betreft het afmaken van een boek viel me nog best tegen eigenlijk, ten opzichte van de ervaringen die ik heb met het schrijven van. Ja. Van artikelen bijvoorbeeld. Kijk, een artikel wil je natuurlijk 1 idee meestal uitleggen. En in een boek moet je een serie ideeën, of zoals je het noemt, een model gaan bouwen. Die je nooit inderdaad volledig in je hoofd kan vatten. Tenzij een van de supergeniale dingen. Ja. Op het moment dat je het veruitwendigd hebt, is het weer totaal iets anders dan het in je hoofd zat. En dan moet je opeens een nieuwe relatie tot wat je bedacht hebt gaan ontwikkelen. Klopt, en je hebt gewoon toch ook de vraag van, oké, hebben we dit al uitgelegd? Was het dan precies in deze vorm? Lijkt deze analogie te veel op een andere? En ja, omdat je dat gewoon niet meer, je hebt niet de hele structuur, de hele tekst in je hoofd, is het dus gewoon ook een langer proces dan het schrijven van een artikel. Kijk, ik heb best wel lange stukken geschreven over bijvoorbeeld het energieverbruik van Bitcoin of zo. Dat zijn ook Dat is een vraagstuk met heel verschillende invalshoeken, maar het is wel één vraagstuk waar je het dan over hebt. Die staat dan niet in de context van een rode draad, zeg maar, van zo'n heel boek. Dus dat was heel leuk en leerzaam om te doen. Ook alweer even voor mij, ik ben van nature niet echt een afmaker of zo. En als ik iets gestart heb en ik denk van oké, nu weet ik hoe het eruit moet komen te zien en het staat er grof weg, dan ben ik eigenlijk alweer bezig met het volgende. Nou, dus een boek was ook alweer een test van mijn doorzettingsvermogen en dan was dit nog maar 3 maanden, dus ik heb wel heel veel respect voor auteurs die echt jaren bezig zijn met het schrijven van een boek. En dat was wel een kers op de taart dat hij dan in de eerste week dat hij uitkwam, gewoon op 1 in de bestseller top 60 terecht kwam. En ook daarvan merkte je weer dat wij daar dus niet echt mee bezig waren. Want dat was voor heel veel mensen veel groter en unieker dan dat wij dat ervaarden. Maar dat komt, ja, weten wij veel hoe speciaal dat is. Maar dat is dus best wel speciaal. Dat je als auteur met je eerste boek überhaupt in de bestseller top zegt. Dat komt dan ook nog op de eerste plek. Nou ja, dus we hebben heel veel eerste keertjes meegemaakt. Zo in het proces van het schrijven van het boek. Ja. Nice, we gaan zo meteen ook wel meer over de inhoud hebben en kijken of waarom het dan zo uniek en aantrekkelijk is voor mensen. Maar wat me ook een beetje opvalt is dat jij en Bert dan een beetje de Bitcoin bros van Nederland aan het worden zijn. En ik vraag me, in ieder geval op Twitter, het kan ook mijn bubbel zijn. Ik vraag me een beetje af, hoe zijn jullie daar ingerold in Bitcoin? Ja, goede vraag. Ja, Bert en ik werken nu al zo'n 16, 17 jaar nauw samen. En dat is dus ruim voordat Bitcoin het leven zag begonnen. En dat zit, we zijn allebei IT-ondernemers. Bert die heeft
best wel, ja, wanneer was dat? In 2001 of zo, toen studeerde hij natuurkunde wiskunde. En toen verruilde hij eigenlijk de academie voor het IT-ondernemerschap. Hij richtte een bedrijf op. Ik studeerde een paar jaar later, want hij is 4 jaar ouder dan ik. Dus ik loop altijd 4 jaar achter, zeg maar, in dit verhaal. Ik studeerde geneeskunde, heel andere richting. En ik was eigenlijk gewoon een nerd als geneeskundestudent. En ik vond het technische van geneeskunde ook het meest interessant. Want op een gegeven moment heb ik ook een studie ingeruild voor het ondernemen. En ben ik aangesloten bij Bert. En we hebben eigenlijk in die tijd hebben we gewoon samen complexe software gebouwd en ontworpen. Ja. En met heel verschillende domeinen in aanraking gekomen. Dus heel veel van de techniek gezien, maar ook van de financiële wereld. Maar dan vanuit een technische invalshoek. Eigenlijk in 2008, toen er in de VS natuurlijk allerlei spannende dingen gebeurden rond kredieten en zo, en een financiële crisis ontstond en Lehman Brothers viel, toevallig was Bert toen in de VS. En hij vertelde toen over hoe dat daar beleefd werd, wat voor indruk dat maakte. Dat was eigenlijk een start van een zoektocht naar van, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe kan het nou eigenlijk dat het zo'n impact heeft en hoe is dat ontstaan? En toen zijn we veel meer bezig gegaan met de economische kant der dingen. Dat was dus nog steeds voordat Bitcoin bestond. Voor ons was het best logisch dat we met Bitcoin in aanraking kwamen al vrij vroeg. Ja, je bent techneut en je volgt hier en daar een mailinglist en je volgt hier en daar collega's in het veld. En op een gegeven moment komt het bij Tweakers.net terecht en ja. En vanuit technisch perspectief kwamen we daar vrij vroeg mee in aanraking. En toen, dat was dan 2011 of zo? 11, 12, zoiets. En dus dat sinds. We hebben toen in die tijd ook best wel wat bordjes geschreven, bijvoorbeeld, om eens te kijken hoe dat werkt met dat handelen. En dan was het vooral de opdracht om zo min mogelijk verlies te maken, want dat bleek toch wel lastig en zo. En eigenlijk later pas. We hebben in die periode ook nog wel wat gemined. Bitcoin was toen al te lastig, meen ik me te herinneren. Dat was dan Litecoin en Feathercoin. Dus dat was wel experimenteren met hoe mining werkt. Wat dacht je als eerste toen je Bitcoin leerde kennen? Ja, veel minder dan dat ik er nu van denk. Dus wat ik me van herinner is dat ik het vanuit technisch perspectief bekeken en beoordeelde. En eigenlijk al vrij snel dacht van oké, geinig. Maar niet veel meer dan dat. Ja. En dat was ook achteraf besef ik me pas dat ik daar eigenlijk dezelfde fout of dezelfde op dezelfde manier Bitcoin beoordeeld heb als dat nu veel gebeurt. Namelijk vanuit een heel smal denkkader, terwijl daar eigenlijk veel meer aan ten grondslag gaat. En ik parkeerde het dus eigenlijk als interessante doorbraak op technisch gebied. En ik had nog niet zo door dat wel eens een heel ontwrichtende technologie zou kunnen zijn, maar veel omdat, meer. Omdat het niet paste binnen je modellen van de wereld, bijvoorbeeld. Ja, omdat ik niet bewust was van de speltheorie erachter, de economische eigenschappen van Bitcoin en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van wat er in het andere financiële systeem gebeurt. Wat voor mogelijkheden dat allemaal biedt, ook vooral voor mensen buiten Nederland. Wij zitten natuurlijk in een heel comfortabel land waar alles goed geregeld is, goed betaalsysteem, dus de toepassingen werden me ook niet gelijk duidelijk. En dus bleef het bij mij bij een technisch oordeel dat van ja, oké, leuk dat blockchain, maar dat is best een inefficiënte manier van dingen opslaan. Dit is een interessante manier waarop er een IT-probleem is opgelost. Het vinden van consensus zonder dat daar centrale autoriteit bij betrokken is. Nou, en ik ging weer verder. En ik wist wel dat het om geld ging. En tegelijkertijd toen dacht ik ook van alle eerdere initiatieven die zijn gesneuveld vrij snel. Dus Bitcoin zal hetzelfde lot wel hebben. En eigenlijk pas in 2016, 2017 toen we doorkregen van dit wordt niet verboden, maar gereguleerd. En in de tussentijd hebben we meer geleerd over wat Bitcoin is. Dachten van dit is een gamechanger. Hier willen we bij zijn. Maar hier gebeurt daadwerkelijk iets ontwrichtends. En daar willen we meer over leren. Dat willen we beschrijven. Dat gaf ons hetzelfde gevoel eigenlijk als dat toen het internet opkwam.
dezelfde reden dat, dat we getrokken werden naar ondernemen in de internetspace. Daar zat een bepaalde soortgelijke ontwrichtende energie. En het ging snel en de innovaties volgden elkaar op. En het waren nieuwe dingen, je kon dingen bouwen. En ja, weet je, die sfeer, dat is nu niet echt meer. Internet is een soort van, ja, het is niet af, maar het is... Het is een beetje, in plaats van een turbomotor, die sector een beetje een diesel geworden. Weet je? Het is er en er heel veel patronen zijn uitgedacht. En... De verhoudingen zijn uitgekristalliseerd. Ja, waarbij je misschien nog 10, misschien zelfs 15 jaar geleden nog op heel veel verschillende websites kwam. En heel veel verschillende soorten informatie tot je nam. Heb je er nu eigenlijk een paar. Je hebt Facebook, Twitter, Wikipedia misschien. De meeste internetverkeer is op een aantal platforms. Sterk gemanipulerende platforms. Waardoor ik denk inderdaad dat ik met je eens ben dat het een stuk minder turbo gaat. Ja, dus je hebt inderdaad een stuk informatiecentralisatie. Hè? Dus dat er een aantal partijen, best wel weinig partijen zijn, dat die een heel groot netwerkeffect hebben gevangen. Maar waar ik net op zat was meer de technologie. Mm. Dus 15, 20 jaar geleden werd er nog heel veel uitgevonden rond programmeertalen en programmeerpatronen en gebruikersinterfaces en de mobiele telefoon kwam erbij en weer nieuwe gebruikerspatronen. Mm. Dat was vanuit het perspectief van producten bouwen spannend. Mm. En die spanning die is wat weg. Dingen zijn in die zin redelijk uitgekristalliseerd. En dat is bij Bitcoin nu weer helemaal anders. Hier wordt voor Bitcoin geldt dat nu pas duidelijk wordt en nagedacht wordt over de verschijningsvormen ervan. En de toepassingen die het mogelijk maakt. En dat geeft hetzelfde gevoel als dat wij 25 jaar geleden hadden met het internet. Ja. En hoe het uiteindelijk gebruikt wordt, dat beschreef jij. Dus hoe het internet nu gebruikt wordt en de positie van een Facebook, een Twitter, LinkedIn. Dat zie ik eerder als een bijeffect dan dat ik dat zie als een wenselijke uitwerking van hoe het internet zou functioneren. Ik zou liever internet gebruikt zien worden op een manier dat het individu in zijn kracht wordt gezet in plaats van een grote corporate. Ja, ben ik het met je eens. Ik was ook niet aan het beschrijven als een wenselijke ontwikkeling, zeker niet. Nee. En dat is wel interessant dat je zegt dat dus laten we zeggen, de innovatie is nu niet meer zo snel als het tussen 2001 en 2009 was. Is veel langzamer en de bijeffect is informatiecentralisatie en netwerkeffect van een aantal kleine spelers. Klopt, ja. Terwijl ik hem in mijn hoofd had, juist helemaal andersom. Juist dat die informatiecentralisatie tot minder innovatie leidt, omdat dat veel minder nodig is. Dat zou kunnen. Dat weet ik. Ik weet niet zozeer of er een verband is tussen het vangen van zo'n netwerkeffect zoals Facebook heeft. Hè? En netwerkeffect bedoel ik dat misschien wil je Facebook niet gebruiken, maar toch merk je dat je Facebook gebruikt omdat heel veel mensen het gebruiken. Ja. En dus het wordt een soort, het is geen dwang. Het is ook geen drang. Nou, laten we het niet over dwang en drang hebben trouwens. Nu gaat de verkeerde kant op. Of dat invloed heeft op innovatie, weet ik niet. Dus het is wel zo dat zo'n positie van zo'n partij natuurlijk moeilijk te challengen is door start-ups. Maar het zijn op zichzelf altijd nog wel... Er is altijd wel veel activiteit geweest, ook na 2010, in de internetsector, Silicon Valley start-ups. Ja. Dat weet ik niet of dat het geval is. Interessant vraagstuk. Waar kwam het idee voor het boek vandaan? Want het heeft namelijk heel duidelijke titel. Ons geld is stuk. Dus het gaat niet alleen over Bitcoin. Het gaat over het hele financiële systeem. Waar kwam dat idee vandaan? Nou,
Ja, wij hebben dus eigenlijk sinds 2016, 2017 hebben we met heel veel verschillende mensen en partijen gesproken over Bitcoin als opkomende technologie. Dus niet zozeer over de prijs van Bitcoin of het energieverbruik. En dan heb ik het over wat je in de media vaak terugziet. Maar over het hele spectrum. Dus wat is Bitcoin nou? Hoe kan je daar tegen aankijken? Wat voor functie kan die spelen als die technologie volwassen zou worden? En wat wij merkten was dat we, waar we zelf ook tegen aanliepen, dat als je voor het eerst met iemand over Bitcoin praat, of dat nou een consument of een bestuurder is, dan is de beoordeling ervan best wel eenzijdig. Een techneut die kijkt naar de techniek en tot het oordeel komt van nou, hè, wat wij ook hadden, van oké, interessant, maar niet heel efficiënt. Daar kan nooit de hele wereld. Dit wordt al snel geparkeerd. Een econoom die bekijkt Bitcoins economische eigenschappen en die komt misschien tot de conclusie. Volgens de gangbare economische modellen die die specifieke econoom hanteert, zie ik niet dat Bitcoin kan slagen. En door. En naarmate wij die gesprekken meer voerden, kwamen we erachter dat als je het dan hebt met mensen over de andere kanten die in hun conclusies ontbreken, dat er ook voor die mensen een moment komt dat ze een oordeel bijstellen. Van oké, vanuit economisch perspectief of technisch perspectief had ik bezwaren, maar nu ik dit weet, wil ik hier graag meer mee. Wil ik samen met jullie of samen met anderen eens gaan nadenken over wat voor toepassingen zou dat kunnen hebben en wat voor invloeden en effecten kunnen volgen uit het bestaan van Bitcoin. En wat is het voorbeeld van, laat zeggen, zo'n econoom? Wat voor conclusies miste die jullie wel konden geven, waardoor die wel geïnteresseerd raakte in Bitcoin als voorbeeld? Nou, er wordt er bijvoorbeeld gekeken naar, er waren zat mensen die we gesproken hebben, die tot de terechte conclusie kwamen dat Bitcoin als geld onvoldoende schaalbaar zou zijn om grote delen van de wereld te kunnen faciliteren in hun betalingsverkeer. En het punt is dat we dan buiten beschouwing laten hoe technologieën groeien. Je hebt misschien wel eens van die adoptiecurves gezien. En we zitten nu echt in de fase nog van de pioniers, de early adopters van Bitcoin. En naarmate die adoptie groeit, zie je ook dat dat gaat eigenlijk hand in hand met volwassen worden van zo'n technologie. En de grap van technologieën is dat er voor heel veel mensen onzichtbaar is wat er onder de motorkap allemaal wordt gebouwd en gedaan, tot het er ineens is. En hoe eerder je daarvan bewust bent, dus hoe eerder je aan de slag gaat met zo'n technologie, hoe eerder je ook doorhebt wat er allemaal plaatsvindt. En hoe later je ermee aan de gang gaat. En dus voor sommige mensen is Bitcoin nu nog steeds iets misschien waar ze nog nooit van hebben gehoord. En zou het doorgroeien, dan zou het er voor hen ineens zijn. Net zoals dat voor sommige mensen Facebook ineens de plek van hypes innam. Ja. En wat je bijvoorbeeld nu ziet, is dat de afgelopen jaren aan een betalingslaag bovenop Bitcoin is gewerkt. Dus je hebt, net zoals bestaande financiële systemen, heb je die uit meerdere lagen bestaan. Bijvoorbeeld, je hebt centrale banken, commerciële banken, fintechs. En die zitten niet allemaal op dezelfde plek in onze betalingsinfrastructuur. Zo'n creditcardmaatschappij kan heel veel transacties verwerken en die één keer per dag bijvoorbeeld gebundeld wegschrijven. En datzelfde principe zie je bij Bitcoin. Dus je hebt een relatief trage onderlaag, die is heel veilig, die is extreem decentraal. En daarbovenop worden lagen gebouwd voor specifieke toepassingen. Je hebt nu het Lightning-netwerk bijvoorbeeld. En daarmee kun je Bitcoin in een flits, letterlijk, van de een naar de ander overmaken. Zonder dat het haast, zonder dat het iets kost. Dus zeg maar tegen gratis aan. En
de meeste mensen die we spreken zijn zich daar niet van bewust. Dus dat Bitcoin dus ook een applicatielaag is. Dat daar dus toepassingen bovenop gebouwd kunnen worden. Dat het programmeerbaar geld is. En dat er dus meer mogelijk is dan wat je op het eerste gezicht zou denken. Als je puur SEC alleen kijkt naar de eigenschappen van Bitcoin als asset. Die kunnen namelijk uitgebreid en aangevuld worden door toepassingen die er bovenop gebouwd worden. Zo'n land als El Salvador, die heeft in één keer een nieuwe betaalinfrastructuur in gebruik genomen. Door te zeggen, we nemen Bitcoin als wettig betaalmiddel aan. Ja. En natuurlijk is het goed om daar om er over de risico's te hebben. Die daar ook mee aangenomen worden. Uh-huh. Maar de andere kant is, de keerzijde ervan is dat ze, ja, we noemen dat piggybaggen. Dus zij sluiten zich aan op Bitcoin. Op het Lightning netwerk. Iedereen daar maakt gebruik van dat Lightning netwerk. En in één keer hebben meer mensen toegang tot een digitale economie. En de betaalinfrastructuur heeft de kwaliteit die vergelijkbaar is met de Nederlandse. Hm. Zo, met ons contactloos betalen en tikkies enzovoort. En daarvoor hebben ze eigenlijk niet zo heel veel hoeven te doen. Maar ze maken in één keer een sprong van weinig mensen die toegang hebben tot een bankrekening en een economie die vooral bestaat uit cashbetalingen, naar een digitale economie met de interactiekwaliteit als de Nederlandse. Ja. En wij hebben, is voor ons nog niet zo, vanuit Nederlands denkhouden niet zo relevant, want wij hebben hier daadwerkelijk waarschijnlijk wel het beste betaalsysteem van de wereld. Zodra je bij ons de grens overgaat, wordt het al een stuk moeilijker, klopt. Ja. Je beschrijft, misschien een analogie die misschien werkt hier, is je beschrijft Bitcoin als een raw material waar bepaalde applicaties van gemaakt kunnen worden. En in die raw material zie je misschien nog niet al de toepassingen. Misschien heb je dan ook gelijk dat daar niet veel toepassingen voor zijn, maar je hebt nog niet gezien wat je ermee zou kunnen maken. Bijvoorbeeld koper. Klopt. Wij vergelijken het vaak met de opkomst van het internet. Want de meeste van onze gesprekspartners die kunnen daar wel aan relateren. Dat herinner je misschien nog wel. Een jaar of 20 geleden waren er op tv allerlei talkshows om te praten over internet. Nou, er zaten toen nog allerlei mensen te paffen aan tafel. Dat is het eerste wat je opvalt. Ze zaten ook allemaal met bier of andere sterke drank. De kwaliteit was nog wat minder. Het was nog geen full HD tijdperk, zeg maar. Maar het ging dan over het internet. En dan waren er een handvol mensen die kwamen vertellen dat het misschien wel eens ontwrichtend kan zijn. Want de rest, die had het over het internet als iets tijdelijks. Als onhandig. Traag. Je kan toch beter gewoon een kaartje sturen. E-mail. Waarom zou je dat doen? Criminelen. Kinderporno. Weet je wel? En dat is zo, ik herinner me dat ook nog goed, de parallellen tussen de opkomst van Bitcoin als technologie en internet als technologie, die zijn zo sterk. En toen, die 20 jaar geleden, was het ook heel moeilijk voor te stellen dat internet zo ongelooflijk, ja, alledaags zou worden als nu. Wij nemen nu een podcast op en we hebben de video bij. Goede audio-kwaliteit. En ja, zonder internet was het niet mogelijk geweest. Mm-hmm. We hebben een smartphone. Dat is trouwens, weet je, de opkomst van de mobiele telefoon. Dan zie je iets soortgelijks gebeuren. Er zijn ook leuke filmpjes van die anekdotes. Van, joh, gaat u een mobiele telefoon gebruiken? Ik niet. Ik wil echt niet altijd bereikbaar thuis zijn. Ja. Ik heb hier als ik echt wil bellen, dan gebruik ik wel zo'n telefoonhokje. Die waren er toen nog. Ja. En nu hebben we een smartphone. En de grap is dat ook in landen waar mensen geen toegang hebben tot een bankrekening, de meeste mensen wel een smartphone hebben. Die is verbonden met internet. En op zich klopt het dat we er bijna niet mee bellen, want we doen er vooral andere dingen mee. Ja. We zijn wel altijd bereikbaar. En ja, we doen dingen met zo'n apparaatje die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. En dat punt van voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht, ja, dat is bij nieuwe technologie toch een lastig thema. En dat komt zeker
in het geval van Bitcoin, omdat het snijvlak van technologie en economie daarbinnen, ja, we hebben daar dus nog niet zoveel voorbeelden van gezien. Dus voor het eerst in de geschiedenis dat er een open source, grassroots geld ontstaat, dat in de digitale wereld is geboren. Dus er is niet een, het is niet gedigitaliseerd, het is ook niet fysiek. Het leeft echt op het internet, een first class citizen van het internet. Het is dus ook grenzeloos. Iedereen kan ervan gebruik maken. Het is programmeerbaar. Het is op een protocol gebaseerd. Het kan door niemand beïnvloed worden. Hoe moeten we ons daartoe verhouden? Ja, dan kijk ik even terug naar mezelf. Ja, dan kijk ik als techneut en dan verhoud ik me daar eenzijdig toe. En dan denk ik aan de econoom die ik spreek en die verhoudt zich daar eenzijdig toe. En dan spreek ik met een gemiddelde Nederlander en die verhoudt zich daar heel eenzijdig toe. Ik kan er niks aan doen, want de berichtgeving erover is ook eenzijdig. En ja, datzelfde zagen bij het internet. Dus je hebt daar, en dat is eigenlijk het belangrijkste, dit hele verhaal terug te voeren op van waarom we het boek geschreven. Nou, al die gesprekken en ervaringen, wij eigenlijk zoiets hadden, dit moeten we op papier zetten. Wat ik namelijk ook heel fijn gevonden in de periode dat het internet opkwam, dat ik kon lezen, dat ik meegenomen werd door hoe kun je nou kijken naar het internet en hoe is dat potentieel ontwrichtend? Hoe kun je daar dan rekening mee houden? En daar zit ook nog een ander belang onder. En dat is dat we de afgelopen jaren... Dus reden 1 is om al die verschillende invalshoeken te bundelen. Ja, over Bitcoin. Ja, okay. Op een manier dat voor niet-techneuten en niet-economen ook te volgen is. Ja. We hebben wel gewacht met het schrijven van het boek tot het moment dat we zelf van onszelf vonden dat we het nu zo goed konden uitleggen, of de juiste metaforen hadden gevonden, dat al zeg maar, de complexiteit ervan eenvoudig gemaakt is. Zonder dat je te veel van de nuance verliest. Ja. Dat is altijd het moeilijkste. Want ik wil ook graag dat het koffietijdpubliek, zeg maar, waar heel veel mensen tussen zitten die eigenlijk zeggen van nou, Bitcoin is de eerste technologie die ik aan me voorbij laat gaan. Mijn kinderen, of mijn kleinkinderen zijn er wel mee bezig, maar ik begrijp het niet. Ik zou het op zich wel willen begrijpen, maar het is te ver van mijn bed. En dat is zonde, want het heeft ook betrekking op hun. Ja, ik denk nu gelijk, we hebben bij koffietijd gezeten toevallig, over het boek. Dat is de reden dat ik het noem. En daar hebben we zulke leuke reacties op gehad. Tot op het punt dat mensen zeggen, ja, Bitcoin houdt me jong. Ja, daar bedoelen ze niet mee dat Bitcoin nou per se hun jong houdt, of dat je haar er weer van gaat groeien, of je grijze haren bruin worden. Maar door het boek te lezen, komen ze erachter van, oké, ik begrijp nu wat er aan de hand is en waarom er bedrijven zijn die er iets mee doen en waarom mijn kinderen hier zich toe aangetrokken voelen enzovoort. Nou, dat vind ik gewoon een heel leuk compliment. Ja. Maar dat terzijde, de tweede belangrijke reden dat we het geschreven hebben is dat we om ons heen zien, en dat is eigenlijk al een proces dat sinds 2008 is ingezet, dat er rond, zeg maar, in ons geld, dat we, ook de euro, maar eigenlijk al het geld wereldwijd, dat daar scheuren in zitten. En dat er op verschillende manieren aan gewerkt wordt om die scheuren weg te nemen. En wij zien grofweg 3 manieren waarop dat gebeurt. Centrale banken, overheden zijn daarmee bezig. Nou, die zijn bezig met digitaal centrale bankgeld. Heb je misschien wel eens wat over gehoord. Big tech zijn ermee bezig. Het beste voorbeeld is denk ik Facebook. Met de Libra, tegenwoordig Meta, met de DM. Ik weet niet precies waar dat eindigt. Hoop dat je me dat ook kan uitleggen, want ik snap het helemaal. Ik dacht dat we eerst Web 3.0 kregen, maar nu heet het volgens mij Metaverse en Facebook maakt mee. Ik snap er echt niks van, maar gaan we verder met deze 3, waar we daar komen. En de derde is dus die open source beweging. En dus dat er een grassroots open, transparant geld ontstaat. En dat is niet, dit gebeurt gewoon. Hè? Dit is niet dat er een keuze is of zo. Zeg maar, dit is nu aan de hand. En dan vinden we ook, dan moeten we ons daartoe verhouden. En dan vinden we ook dat het op een genuanceerde manier moet. Je kunt niet meer met droge ogen zeggen van ja, Bitcoin is niks.
daar hoeven we niks over te weten. Laten we dat ridiculiseren en maar gewoon even terzijde schuiven. Ja. Dat is maar te makkelijk. Even over die scheuren in ons geld. Wat zijn die scheuren? Ja. Wat voor scheuren zitten erin? Ja, precies. Hè. Dus dat is de context waarin wij Bitcoin hebben geplaatst. De scheuren van het geld. Ons geld is stuk. Nou, en wat we dan zien is bijvoorbeeld dat ons geld de functie heeft verloren van het behouden van waarde. Dus als jij nu 10.000 euro op de bank hebt staan, dan kun jij daar over 10 jaar niet voor kopen wat je daar nu voor zou kunnen kopen. Ja. Dus het oppotten van waarde over tijd, dat is van oudsherren een superbelangrijke functie geweest van geld. Dus misschien wel de allerbelangrijkste, omdat je daarmee dat beïnvloedt namelijk je beslissingen over je toekomst en je planning. Als jij weet dat jouw geld morgen minder waard is, dan heeft dat invloed op de termijn waarop jij nadenkt over het gebruik van dat geld, namelijk kort. Als jij weet dat jouw geld over 10 jaar meer waard is, dan zou je wel eens beter kunnen nadenken over hoe je het gaat besteden. Die functie van oppotmiddel, dat is eigenlijk wereldwijd, door allerlei invloeden is dat op de achtergrond geraakt. Ja, maar nu heb je het over inflatie, maar is inflatie niet een inherent onderdeel van elk geldsysteem? Nee, dat hoeft niet. Oké. Nee, je hebt ook, je kunt ook best een deflationair geldsysteem ontwerpen. Waarbij de geldhoeveelheid afneemt. Als je dat doet met een geld dat moeilijk in stukjes te knippen is, is het onhandig. Want dan heb je op een gegeven moment, wordt het lastig om nog je prijzen uit te drukken. Omdat de denominatie te klein wordt. Stel, Bitcoin zou deflationair zijn, die kun je in principe zover opdelen als je wilt. Het is ook niet zo dat inflatie per definitie slecht is. Ja, dat was inderdaad mijn tweede vraag. Is inflatie niet juist goed omdat het, een incentive is om je geld te investeren in plaats van op te potten? Nou, je snijdt nu het best wel complexe domein van monetair beleid aan. Ja. Ik realiseer me daarvan dat er niet een niet per se een de beste manier is om monetair beleid te voeren. Ik denk dat we als mensheid nog niet een methode gevonden hebben waarvan we zeker weten dat dat de manier is waarop we ons geld moeten beheren. We hebben nu in de geschiedenis wel gezien dat menselijk ingrijpen meestal leidt tot crisis. En dat is ook niet zo gek, want een economie besturen is onwijs complex. Al onze individuele beslissingen hebben uiteindelijk invloed op wat wij nu uitdrukken in een aantal kerncijfers, zoals de inflatie. En hoe krijgen we die omhoog en omlaag? Ja, dat is dus niet eenvoudig. Ik heb wat dat betreft ook best wel ontzag voor het werk van centrale bankiers. En ik vind dat centrale bankiers ook veel te vaak de boeman toegespeeld krijgen. Dat het aan hen zou liggen per se van wat er nu gaande is. Alleen al het feit dat we één munt hebben voor het hele eurogebied, ja, dat levert zoveel complexiteit op. Omdat er grote verschillen zijn tussen de economische activiteit van de verschillende landen die eraan aan meedoen. In Nederland heb je veel vergrijzing. Nou, vergrijzing werkt heel deflationair. Ja, probeer dan de inflatie maar op hoog te houden. Want daartegenover zou eigenlijk economische groei moeten staan. Anders verliest geld zijn waarde. En dan krijg je echt de situatie waar we nu in zitten. Het ideaal is als je hoge inflatie hebt, dat daar hoge economische groei tegenover staat. En dat de lonen meestijgen enzovoort. Dan is inflatie niet zo erg, dus aanhalingstekens. Dus uiteindelijk zijn we nu in een situatie beland. Om redenen. En dat daar kun je uren over praten welke redenen dat zijn. Dat centrale banken eigenlijk zeggen, we zitten klem. Wij hebben wel gereedschappen om de economie te besturen. We hebben knoppen voor.
Bijvoorbeeld het instellen van rentes. Daarmee kunnen we een poging doen om de economie te versnellen of te vertragen. Alleen het gebruik van die knoppen, die hebben eigenlijk geen effect meer. Die zijn bot geworden. Hmm. En dat komt omdat er tegenwoordig hele hoge schuldenbergen tegenover staan. Dus als we de rente verhogen, dan nemen de schuldenlasten toe. Ja, en het is maar de vraag of die gedragen kunnen worden. Maar als we de rente laag houden, ja, dan maken we lenen aantrekkelijk. En dan neemt de schuldenberg nog meer in omvang toe. Hoe kunnen we daar nou uitkomen? Ja, het is eigenlijk ook een politieke kwestie. Want het mandaat van de centrale bank gaat maar zo ver. Dus eigenlijk zeggen zij van, joh jongens, wat wij kunnen doen is de economie op gang houden. Wij kunnen ervoor zorgen dat de trein blijft rijden. Maar we gaan wel af op een muur. Weet je, maar de route wordt bepaald door de politiek. En die muur is de schuldenberg? De muur is het moment dat de instrumenten van centrale banken zo weinig invloed meer hebben, dat je bijvoorbeeld in een diepe recessie belandt. Of een diepe depressie als dat wereldwijd is. En dat het dus concreet pijn gaat doen. Dat je dus in een crisis terechtkomt. In een schoksgewijze correctie van wat er de afgelopen 40, 50 jaar aan economisch beleid is gevoerd. En nou, dan wil ik voorzichtig zijn met zeggen dat aan centrale bankiers ligt. Want uiteindelijk zijn het politieke beslissingen die onder andere bepalen wat centrale bankiers mogen en kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld even een ander scheurtje in ons geld. Dus inflatie is één, uit de hand gelopen inflatie is er één van. Of bedoel je meer dat de knoppen bot zijn geworden van... Dat zit achter dat, dat rentes jaar op jaar gedaald zijn. En uiteindelijk nu inflatie een probleem aan het worden is. En dat de uitkomst daarvan is dat ons geld niet zo goed meer is in het vasthouden van waarde. Ja. En dat sparen dus moeilijk is geworden. Ja, of ja, maar, oh, zinloos geworden. Zinloos, en het kost geld. En dat bijvoorbeeld het kopen van een huis voor een jongere eigenlijk niet meer te doen is. Starters. Ja. En dat heeft allemaal te maken met de stand van die knoppen op het paneel van de centrale bankier. Maar het lullige is dat de centrale bankier niet de knoppen heeft binnen het mandaat die het eigenlijk zou nodig hebben om daar verandering in te maken. Daar moet de politiek namelijk over beslissen. En het lastige daarvan is weer dat daar in potentie heel onaantrekkelijke beslissingen tussen zitten voor politici. Even afgezien nog van dat de Nederlandse politici daar helemaal geen invloed op hebben. Daarom is het voor hun ook zo'n ver van hun bedshow. Dat is iets wat in Europa beslist moet worden. Voordat dat een keer gebeurt, nou ja, weet je, dus er zit... Als de centrale bankiers volledig mandaat zouden hebben, wat voor oplossingen zouden ze kunnen uitvoeren of... Nou, dan stel, er zou aan knoppen gedraaid kunnen worden die betrekking hebben op fiscaal beleid. Mm-hmm. Hoe we met ons geld omspringen beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld de lokale belastingen. Dan kan er veel fijnmaziger invloed uitgeoefend worden op de economie. In plaats van dat zij draaien nu eigenlijk aan knoppen die, ja, dat is, je zou ze kunnen zien als bezoeka's. Hm. Ze proberen door met een grootse ingreep de hele economie te beïnvloeden. Terwijl er misschien door op specifieke plekken in de economie invloed uit te oefenen, wel veel groter effect gesorteerd kan worden. Hmm. De rente staat op nul. Er is nog wel stimulering nodig van de economie. Aan fiscaal beleid kunnen ze niet zitten. Dat is namelijk in handen van de politiek en ook nog eens lokaal. Want Europa is namelijk geen fiscale unie. Ze kunnen onmogelijk zeggen, joh, in Nederland moet dit gebeuren. En ja, dan zeggen Nederlandse politici, joh, daar gaan wij over. Zorgen jullie nou maar gewoon voor dat de euro overeind blijft. Nou, dat proberen ze dan eens. Dan komen er opkoopprogramma's. En het effect van opkoopprogramma's is onder andere dat de geldhoeveelheid zodanig toeneemt dat je dat terugziet in de aandelen bijvoorbeeld. Die worden onwijs
waarvan de prijzen stijgen, maar ook de huizenprijzen. Dat heeft dan weer effect op, concreet effect op wat we hier in Nederland zien. Ja. In de huizenprijzen. En dat komt weer omdat er heel veel beleggers op zoek zijn naar rendement. Want ja, obligaties, noem maar iets, ja, die leveren eigenlijk niks meer op. Ja. Dus er is heel veel geld op zoek naar rendement. En vastgoed is best interessant om in te beleggen als je op zoek bent naar rendement in deze marktomstandigheden. Nou, dat drijft de prijzen nog verder op. We hebben ook nog een schaarste aan huis in Nederland en zo. Dus er komen gewoon heel veel verschillende dingen samen, die niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de centrale bankiers, die zijn ook voor een groot gedeelte de verantwoordelijkheid van hoe we de wereld besturen, dus zeg maar op Europees niveau, maar ook op landelijk niveau. En die dingen liggen best wel ver uit elkaar, waardoor de oplossing niet meer bij één partij ligt. Dat zie je dan terug, onder andere in Nederland door sparen niet meer nuttig is, dat huizenprijzen oplopen, dat vermogensverdeling steeds schever raakt. Dus de rijken worden rijker, arm worden armer. Dus als je het hebt over vermogen, dan zie je eigenlijk dat de middenklasse min of meer verdwijnen is, dat je een dikke onderlaag krijgt en een dunne bovenlaag. Maar die bovenlaag heeft wel heel veel geld. En dus degene die bezit, die krijgt meer te bezitten. Dat is ook stuk. Specifiek dit is ook niet op te lossen door een centrale bank. Dat is helemaal een fiscale aangelegenheid. Het gaat namelijk over verdeling en misschien herverdeling. Een derde manier waarop ons geldstuk is, is dat we nu anno 2021 steeds meer digitaal doen. Nou, zoals wij hier zitten, maar Metaverse is ook wel even gevallen. Hè? Dus een deel van ons leven verplaatst zich naar het digitale domein. Ja. Van het fysieke naar het digitale. Ja. Maar het geld dat wij hebben, dat is helemaal niet... Ja, dat is of fysiek, namelijk cash. Of het is gedigitaliseerd, namelijk een cijfertje in de database van een bank. Maar het is niet digitaal. Vergelijk het een beetje als... Het is een Excel-sheet. Het is een Excel-sheet. Ja, vergelijk het met deze analogie. Dus je hebt... Je zou een A4'tje in je hand kunnen hebben waar tekst op staat. Nou, dat is fysiek analoog. Je zou hem in kunnen scannen, dan is die digitaal, gedigitaliseerd geworden. En een Word-document of een Google Docs-document, dat is digitaal. Mm-hmm. Een heel groot verschil met echt digitaal geld is dat dat niet gebonden is aan landsgrenzen, bijvoorbeeld. Kinderen die zitten regelmatig zo nu en dan zitten ze te Fortnite'en. En dat kan dan best met iemand uit de VS of uit Hongkong zijn. En die wisselen informatie uit. Op zichzelf staat niets in de weg om ook digitale eigendommen onderling uit te wisselen. Alleen even een euro overmaken naar iemand in Hongkong, of iemand in de VS, of iemand in Australië, Nieuw-Zeeland of China van mijn part. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet elkaar een tikkie sturen of zo. Mm-hmm. Maar er is nog een hele... Wat het internet heeft bereikt voor informatie, voor geld is dat nog niet gelukt. En dus dat is nog niet zo globaal en digitaal als informatie is geworden. En dat is precies wat nu aan de gang is. Datzelfde gebeurt. En dat gebeurt dus op de drie manieren die ik net beschreven. Er zijn dus drie stromingen die daaraan werken. Ja. Nou, en als het... We hebben het nu over drie manieren op ons geldstuk is in Nederland, in Europa. Dus het gaat dus over het behoud van waarde. Het gaat over vermogensverdeling. Het gaat over hoe goed het past bij het digitale tijdperk. Maar als je buiten Nederland gaat kijken, ja, en buiten Europa, dan zie je nog veel diepere scheuren. Dan zie je mensen die hun toegang tot hun bankrekening verliezen omdat ze de verkeerde mening hebben. Mensen die te arm zijn om überhaupt een bankrekening te hebben. 4 miljard mensen die onder een autoritair regime leven. Ik geloof 1,5 miljard mensen zonder bankrekening, waarvan een groot deel wel een smartphone heeft. Mensen die onder tientallen of zelfs 100% inflatie leven. En de grap is, ja, misschien is het helemaal niet grappig, dat in
een aantal van die regio's, je ziet dat die mensen Bitcoin in gebruik hebben genomen, ondanks dat er nog allerlei bijwerkingen aan verbonden zitten. Bijvoorbeeld volatiliteit. Hmm. En waarvan wij zeggen, joh, dat is echt heel onhandig. Maar van die mensen zeggen, van, nou, maar het is beter dan het alternatief. Ja. En dat is wat wij bedoelen met, je moet ook uit je eigen belevingswereld en even uit de Nederlandse Ivoren Toren kunnen stappen om te zien waarom Bitcoin als netwerk en als technologie en als ding, zeg maar, aan het groeien is. Dat komt omdat er veel meer mensen zijn die er nu al wat aan hebben dan mensen zijn die leven zoals wij. In een heel comfortabel, goed geregeld, in een land waar alles goed geregeld is. Ja, ja. Ik wil even een klein zijstapje maken. Want één vraag die bij me opkwam was toen je het had over, en voordat we terugkomen naar de toepassingen van Bitcoin buiten een omgeving waarin het geldsysteem al heel goed op orde is. Want je zei namelijk, het internet gaat over landsgrenzen heen. En ik vraag me af of dat volledig waar is. Want het internet bestaat natuurlijk uit databases en kabels voor een groot deel. Ja, en protocollen natuurlijk. Klopt. Dus, en satellieten. En satellieten. Dus is het niet zo dat het internet alleen zo ver kan gaan als die kabels en databases kunnen gaan en satellieten? En daarbij, is dat ook een begrenzing voor Bitcoin of niet? Ja, zeker. Dus het klopt, hè. Dus het internet is beperkt tot de infrastructuur die we zelf aanleggen. Dat we even zo formuleren. Dus er zijn regio's op de wereld waar gewoon geen signaal te ontvangen is. Nou, oké, dat weet ik niet zeker. Ik weet niet of er plekken op de wereld zijn waar je ook geen satellietverbinding kunt opzetten. Maar laten we, waarschijnlijk zijn die er wel. Maar daar staat tegenover dat inmiddels is het internet zo ontzettend diep in de samenleving verankerd, dat het ook onwaarschijnlijk is dat hoe wijdverbreid het nu is, versmalt gaat worden in de toekomst. Mm. Het klopt dat Bitcoin heeft een harde afhankelijkheid van het bestaan van het internet. En ook het bestaan van energie trouwens, die twee dingen. Meer heb je niet nodig. Zou een van de twee verdwijnen, dan verdwijnt Bitcoin ook. En het klopt ook dat er, neem zoiets als El Salvador. Een land als El Salvador, daar wonen 6 miljoen mensen. Ik geloof dat 70% geen bankrekening had. Er zijn nu geloof ik 3,5 miljoen mensen die een Bitcoin wallet geïnstalleerd hebben. Dus dan heb je het over 60% van de bevolking. Dus er hebben nu, heeft in ieder geval een verdubbeling plaatsgevonden van het aantal mensen dat toegang heeft tot digitaal geld, een digitale economie. Maar er is dus ook nog een groep, Salvadoranen, die leeft misschien in gebieden van het land waar helemaal geen internetdekking is. Dat is namelijk zo. En waar ook geen telefonie is, bijvoorbeeld. Dus ook daarvoor geldt dat we los moeten laten hoe het in Nederland geregeld is. Want overal waar je in Nederland bent, ik weet niet of je als van die kaartjes hebt gezien van die GSM-dekking, er is gewoon geen plek meer in Nederland waar je niet met internet verbonden kan zijn. Ja. Er zijn wel plekken waar het wat trager is dan je leuk vindt. Maar ja, het is er wel. Dus even terugkomen op je vraag. Ja, zeker. Dus Bitcoin is beperkt door twee grootheden, namelijk de beschikbaarheid van internet en de beschikbaarheid van stroom. Ja. En dan terugkomen naar wat je zei. Dus we moeten verder kijken naar onze huidige context en kijken naar toepassingen in contexten waarin het geldsysteem niet zo goed in elkaar zit. Namelijk El Salvador of plekken waarin mensen afhankelijk zijn van dictatoriale regimes. Globaal gezien ook nog eens de veel stijgende inflatie, waardoor ons geld steeds minder waar wordt. Ja. En daarin geeft Bitcoin dus een mogelijkheid om de individu meer centraal te zetten en meer in de kracht te zetten, omdat hij niet meer afhankelijk is van een centraal beleid of regime of whatever. Klopt, dus je zou het kunnen zien als een neutrale optie voor mensen om te gebruiken, als het alternatief onaantrekkelijker is dan het gebruik van Bitcoin.
En dat kan dus op heel veel manieren, dat verschilt dus van persoon tot persoon en van land tot land. Dus je hebt inderdaad landen als El Salvador, Nigeria, Iran en zo is er nog een aantal. Ja. Waar Bitcoin aantrekkelijk is om te gebruiken vanwege de redenen die je net opnoemde. Dus dat het geld zo snel ontwaart. Dat de volatiliteit van Bitcoin op de koop toe wordt genomen, omdat je daarvan niet zeker weet dat die alleen maar blijft dalen, maar van het alternatief wel. En dan ben je de volgende maand ben je gewoon de helft van je geld kwijt. Ja. Of omdat je weet van, Bitcoin werkt altijd. Het is misschien onhandig dat ik niet overal internet heb, maar als ik online kom, dan weet ik zeker dat ik geld kan gebruiken. Ja. Weet je, en dat is een heel ander soort situatie dan in Nederland. Geval is. Ja. Kijk, en ik denk het moment dat wij in Nederland dat punt bereiken van onaantrekkelijkheid van het alternatief, dat we misschien wel de allerlaatste zijn op de wereld. ik zie nog eerder dat gebeurt omdat monetair beleid hier uit de hand loopt, dan dat te maken heeft met hoe makkelijk het is om met Bitcoin te kunnen betalen, bijvoorbeeld. Ja. Hoewel, we maken zelf ook een podcast, de Toshi Radio. En wij ontvangen eigenlijk iedere week gewoon donaties van mensen. En die komen soms ook uit een donatie uit China. Dan stuurt iemand een eurotje in Bitcoin. Ja, dat kan helemaal niet met euro's. Nee. Dus daar wordt al gebruik van gemaakt. Zeg maar, ja, omdat toevallig Bitcoin die use case gewoon beter invult dan het alternatief. Ja. Maar dat is niet een grootschalige toepassing per se. Nee. Dat zie je dan wel weer, bijvoorbeeld van Venezolanen die in de VS werken, maar wekelijks geld terug naar huis sturen. Die gebruiken liever Bitcoin dan dat ze hun dollars moeten omzetten naar lokale valuta en daar gewoon een flink deel van hun verdiende geld aan verliezen. Ja. En dus dat is ook een voorbeeld van een toepassing van Bitcoin die nu al door miljoenen mensen gebruikt wordt. De remittances noemen we dat. En dus de vraag die ik dan wil stellen is, als Bitcoin afhankelijk is van stroom en internet die onder controle zitten van die centrale, even als voorbeeld, centrale dictatoriale regimes. Ja. Hoe ver kan de kracht van Bitcoin dan gaan om individuen centraal te zetten? Als die afhankelijk is van twee dingen die wel centraal geregeld zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus hier raken we ook een klein beetje de speltheorie die van toepassing is op Bitcoin. Dus er zijn zo ontzettend veel belangen mee gemoeid, die niet alleen betrekking hebben op Bitcoin. Maar neem zo'n land nu, laten we gewoon weer even naar El Salvador gaan. Daar hebben ze deze week de bouw van een Bitcoin-stad aangekondigd. Ja. En dus ze gaan die komt naast een vulkaan te liggen. What could possibly go wrong? Maar op de vulkaan wordt een geothermiecentrale gebouwd. Die gaat de stad van stroom voorzien, maar ook een mining farm van Bitcoin. En dat is natuurlijk een grote marketingstunt. Het is wel serieus, maar het is een slimme marketeer, die president daar. Want die haalt daarmee natuurlijk gewoon economische activiteit naar het land. Ja. En dan gaan bedrijven gaan zich vestigen, misschien mensen die het leuk vinden om daar te wonen. Want het zijn ook allemaal belastingvoordelen die beloofd worden enzovoort. Maar dat belang van El Salvador om economische activiteit naar het land toe te halen zorgt er wel voor dat er daar een geothermiecentrale, zeg maar de warmte van een vulkaan, omgezet wordt naar stroom en dat daarmee miners aangezet worden die het Bitcoin-netwerk draaien, in feite. En zo heb je overal op de wereld heb je lokale belangen, dan wel de meeste natuurlijk gewoon egoïstisch en economisch, zijn economische belangen om van Bitcoin gebruik te maken of om miners te draaien die het Bitcoin-netwerk beveiligen en de transacties mogelijk maken. En het is heel onwaarschijnlijk dat
dat wereldwijd, zeg maar overal, het bestaan van miners, want die zijn nodig voor het Bitcoin-netwerk, zeg maar onmogelijk gemaakt wordt. Hm. Want ja, als het ene land zegt, van jullie zijn bij ons niet meer welkom, zegt een ander land, oh, maar bij ons wel, want die zien namelijk een hele industrie naar hen toe komen, dat is goed voor hun economie. En zo heb je dus allemaal arbitrage tussen landen en de verschillende belangen van die landen. En ja, de enige mogelijkheid om dat te stoppen is als je met z'n allen afspreekt om het niet toe te staan. Op de een of andere manier. Ja, gaat dat nog gebeuren? Ik zie het niet zo eigenlijk. De geest is zo uit de fles al. Maar er is gekozen om het bestaan van Bitcoin te accepteren, te reguleren. Met de VS notabene eigenlijk als karttrekker inmiddels daarvan. Ja, ja, wat is dan nog de mogelijkheid dat deze situatie, waarbij er 1200 miljard aan waarde in een asset opgeslagen zit, waarbij het als asset in wetgeving is opgenomen, dus gelegaliseerd is, waarbij er industrieën omheen zijn ontstaan, waarbij er bedrijven, investeerders, beleggers, pensioenfondsen, consumenten het in bezit hebben, dat er dan nog gezegd wordt, we gaan het met z'n allen wereldwijd verbieden. Of stoppen. Of onmogelijk maken. Ja. Ik denk dat dat een gepasseerd station is. Ja, dit zei volgens mij Bert ook namelijk, dat in 2016-17 het nog mogelijk was, maar dat nu niet meer kan. 2016 is er gekozen om te reguleren in plaats van te verbieden. Nou ja, nu zijn de belangen zo groot geworden en dat zie je in alle lagen van de samenleving. Dus als er nu in de politiek, in de VS, het dossier Bitcoin geopend wordt, zijn er dus tegenstanders in de politiek, maar ook voorstanders. Er is politici die het belang van het bestaan van Bitcoin gaan verdedigen. Ja. In 2015 was dat nog niet, en in 2016 ook niet. Dus je, ja, zeg maar, in alle lagen van de bevolking zijn nu prikkels om het bestaan van Bitcoin te verdedigen. En de één is puur gericht op het feit dat die misschien meer waard wordt. Hè? Dus dat je persoonlijk daar winst van hebt. En de ander die doet het vanuit misschien humanitaire oogpunt. Omdat het belangrijk is dat iemand in Venezuela nu een mogelijkheid heeft om uit te stappen uit het financiële systeem dat daar door de overheid wordt opgelegd. En ja, en alles ertussenin. Ja, en ja, die belangen die zijn er. En ja, die gaan niet ineens weg. En dat is ook de reden dat wij zoiets hadden van, nou, het is leuk dat overheden en centrale banken bezig zijn met geld en dat big techs ermee bezig zijn, maar er is nog iets. En die kunnen we niet negeren. We moeten ons daar als Nederland ook toe verhouden. En als bedrijfsleven en als toezichthouders en als Europa. Laten we dat dan doen op een serieuze manier. Laten we dat niet doen op basis van wat one-liners over energie of over criminaliteit of over piramidespelen of over hoe zinloos het is. Daarmee doe je wat er aan het gebeuren is tekort. Het is gewoon puur een observatie. Nog niet eens. Het kan ook mislukken. Het punt is niet dat wij ervan overtuigd zijn dat het een garantie is dat Bitcoin over 20 jaar nog het enige geld is of zo. Het kan net zo goed mislukken. En er zitten daadwerkelijk allerlei bijeffecten aan verbonden. Net zoals het internet bijeffecten meebracht. Waar we nog steeds mee leren omgaan. Phishing en dat soort zaken. En in de context van Bitcoin denk ik aan die hackers die bestanden versleutelen en een losgeld vragen in Bitcoin om ze weer ontsleuteld te krijgen. Ja, ja, waardoor het moeilijker is om ze te kunnen pakken. Ja, dat businessmodel is gewoon makkelijker geworden door het bestaan van Bitcoin, omdat Bitcoin programmeerbaar geld is. En het is niet zo dat ze per se moeilijker te pakken zijn daardoor, want opsporingsdiensten wereldwijd die komen er steeds meer achter dat ze dat Bitcoin eigenlijk, zeg maar, op de blockchain van Bitcoin is eigenlijk gewoon een goudmijn aan gegevens. En dat ze daar veel meer mee kunnen dan ze aanvankelijk dachten. Tot op het punt dat sommigen ervan zeggen, we hebben liever dat criminele Bitcoin gebruiken dan de euro. Echt? Is er niet zo dat transacties van Bitcoin volledig gewoon anoniem zijn op de blockchain? Nee. Of, nee, dus hoe zit dat nou precies? Nou, ze zijn
Want je hebt een adres, toch, namelijk? Ja, dus je zou... Ze zijn anoniem in de zin dat, stel ik maak jou wat bitcoin over, of jij naar mij. Je kunt dan in de blockchain niet zien dat ik dat was. Er staan geen persoonsgegevens in, dat ja. niet. Maar het is pseudoniem, zou je kunnen zeggen. Wat wel zo is, stel ik koop... stel ik gebruik een jaar heb ik een Bitcoin wallet en ik heb allerlei transacties. En op een gegeven moment wordt op een plek in de keten duidelijk dat mijn naam verbonden is aan een van die transacties. Op dat moment ben ik mijn anonimiteit kwijt. Voor de gehele blockchain? Klopt, voor degene die weet dat mijn naam hoort bij die transactie. Dus stel een... stel ik ga naar een Nederlandse partij en ik registreer me daar. Ik koop daar bitcoin en die bitcoin stuur ik naar mijn eigen wallet. In principe kan die partij volgen wat er met die bitcoins gebeurt. Want zij weten namelijk, Peter heeft op dat moment bitcoin gekocht. Hij heeft dat naar dit adres toegestuurd. En ja, het is een publieke blockchain, dus... Wat ik er vervolgens mee doe, ja, dat is ook in te zien. Oh, het is naar dat adres gegaan en daarna is dit ermee gebeurd. Oh, daar is het in 3 verschillende bedragen gesplitst. En zo zijn allerlei geldstromen in de blockchain van Bitcoin best goed te volgen. Nu wordt het daar ook een kat-en-muisspel natuurlijk, want er zijn manieren om, om een poging te doen om dat geldspoor te obfuskeren. Dus door een mixer te halen bijvoorbeeld. Of... je bitcoin over te maken naar een andere munt, om die vervolgens op een ander moment weer om te wisselen naar bitcoin, op een heel andere plek bijvoorbeeld. maar dat wil niet zeggen dat, dat het onmogelijk is voor opsporingsdiensten om het gebruik van bitcoin voor loesje doeleinden zeg maar in de greep te krijgen. Hmm. Want zeker over aggregaten heen is heel veel zinnigs te zeggen. Dus er zijn allerlei blockchain-analysebedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Chainalysis bijvoorbeeld, die zit hierop en die wordt dan ook door heel veel opsporingsdiensten intussen gebruikt als onderdeel van de gereedschapskist om criminele activiteit op te sporen. En vrij recent zijn er dus allerlei mensen opgepakt die betrokken zijn geweest bij... wat ik net noemde, het versleutelen van documenten en losgeld vragen. Hm. Er is een hele groep opgerold. Maar ja, dan zie je, opsporingsdiensten leren omgaan met die nieuwe realiteit. En opsporing is gewoon nog steeds mogelijk. Ik weet niet precies aan de hand van welke verhaallijnen en vragen we hier terecht zijn gekomen. Nee, ik weet het ook niet, maar we hadden het over... Nou, je noemde dat Bitcoin natuurlijk ook bijeffecten heeft. En daarvan waren er 3 van. Ja, klopt. Namelijk zwart geld, energieverbruik, stroomverbruik. En wat was het derde? Ja, we bespreken er... kijk, in ons boek hebben we best wel wat van dit soort thema's opgelijst. Mm. Dus aan de ene kant heb je misvattingen. Aan de andere kant heb je bijeffecten. En een bijeffect daarvan zie ik zoiets als cryptojacking. Dus die documenten versleutelen bijvoorbeeld, dat zie ik duidelijk als een bijeffect. Daar moeten we mee leren omgaan. Hm. En dat omgaan zit hem vooral in, hoe beveiligen we eigenlijk onze infrastructuur? Hoe zorgen we ervoor dat dit niet meer mogelijk is? Hoe maken we het criminelen moeilijker om dit soort praktijken uit te voeren? Hoe maken we die verdediging sterker? En als het dan toch gebeurt, hoe optimaliseren we onze opsporing? Zo zijn er allerlei aspecten rond Bitcoin. Hoe verhouden we ons daartoe en hoe gaan we ermee om? En dat noem ik bijeffecten. En zoiets als energieverbruik, dat noem ik eerder een misvatting. Rond energieverbruik wordt vaak vergeleken met een land. Hè. Dus, ja, Bitcoin gebruikt evenveel energie als Nederland. Ja, en dan leest iemand zo'n kop en denkt, nou, dat moeten we niet hebben. Dus stop Bitcoin. Ja, dat is natuurlijk onwijs ongenuanceerd. Ja. Sowieso vergelijken met een
Een land is een raar eenheid, zeg maar. Dus Nederland verbruikt energie, maar als je dat vergelijkt met wat China of de VS verbruikt, dan heb je, ja, dan is haast niet meer te zien, zeg maar, op die schaal. Wat Nederland voor bijdrage doet in het totale energieverbruik. Wat je ook vaak ziet, is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen energie en elektriciteit. Dus wordt er gezegd, je gebruikt evenveel energie als Nederland. Terwijl energie veel meer is dan alleen elektriciteitsopwinding. Het is elektriciteitsopwekking. Opwekking. En dat zijn echt twee heel verschillende dingen. Wat er ook niet bij staat, is dat, dat de wasdrogers in de VS meer elektriciteit verbruiken dan Bitcoin. Ja. En voor kerstverlichting geldt precies hetzelfde. En dat er heel veel industrieën zijn die meer energie of elektriciteit verbruiken dan een land. En als je gaat kijken naar de landen, stel je zou echt gaan vergelijken het elektriciteitsverbruik van een land, en dan zie je de landen waar Bitcoin tussen staat, en je gaat dan kijken naar wat is de economische activiteit van zo'n land versus de economische activiteit binnen Bitcoin, dan zie je dat Bitcoin veel hogere economische activiteit heeft dan de landen die soortgelijk hoeveel energie gebruiken. Maar los van dat alles, want dit is allemaal wat mij betreft whataboutism. Dus je zou kunnen zeggen, ze zijn allemaal drogredenen. Want omdat kerstverlichting elektriciteit verbruikt, maakt het nog niet per se goed dat iets anders ook elektriciteit verbruikt. Dat gaat namelijk over de vraag, is het nuttig? Voegt het iets toe? En dat vereist eigenlijk dat je als beoordeler van de stelling, het is verkeerd dat Bitcoin een bepaalde hoeveelheid elektriciteit verbruikt, dat je moet onderzoeken wat het nou eigenlijk is. Nou, en dan moet je dus je best gaan doen, en dat gaat een stuk verder dan even een krantartikeltje schrijven, of diezelfde krantenkop lezen en dan je oordeel klaar hebben. En dan moet je dus zo'n gesprek gaan voeren zoals wij die voeren. En dan kom je er misschien achter van oké, ik wist niet dat Bitcoin al zoveel toepassing had en misschien nog wel veel meer toepassing krijgt. Misschien is het wel de moeite waard dat het die elektriciteit verbruikt. Of, wat ook prima is, je komt tot de conclusie, nou, ik vind nog steeds niks. En dat is jouw eerlijke oordeel, je hebt al je argumenten op een rij gezet. Ja, dan is natuurlijk elke joule te veel, maar dan heb je in ieder geval een oprechte discussie gehad. Ja. En dit gesprek over energieverbruik wordt eigenlijk nooit gevoerd. Er wordt gewoon aangenomen, Bitcoin is een piramidespel, het gebruikt energie, dus het moet weg. Ja. Ja, ja, ja. Dat is jammer, en daarom behandelen we dat ook in het boek. Het is eigenlijk een argument die, die aangewend wordt om een eerdere bepaalde positie, gewoon uit te leggen of sterk te geven. Je bent eigenlijk al, je hebt eigenlijk al de mening dat Bitcoin niet nuttig is, dus het gebruikt energie, dus moet ermee stoppen, want het is niet duurzaam. Terwijl je eigenlijk zou moeten laten zien, ten eerste moet je de vergelijking maken tussen Bitcoin en het huidige geldsysteem. Wat gebruikt nou meer energie? En ook nog eens wat je ook al zei, per activiteit. Dus gebruikt het per saldo of per transactie meer of minder energie? Want en zelfs dan eigenlijk, als het meer energie gebruikt, is het nog maar de vraag, is het nuttiger of niet? Dus die nuttigheidsvraag, wat je ook al zei, ligt eigenlijk aan de basis van hoeveel energieverbruik je wil accepteren voor het gebruik van Bitcoin. Precies. Precies. En je moet het dus afzetten tegen het nut dat mensen hebben. En dan niet alleen in Nederland, waar ik het mee eens ben dat Bitcoin vooral speculatief karakter heeft. Maar dus ook in de landen waarvan je eigenlijk helemaal niet wist dat Bitcoin daar op een bepaalde manier gebruikt werd. Ja. En je moet eigenlijk ook nog eens na gaan denken over wat voor toepassingen zijn er eigenlijk mogelijk en waar wordt aan gewerkt. Ja. En dat kunnen wel eens heel andere toepassingen zijn dan de toepassing geld. Want uiteindelijk is Bitcoin een netwerk waar mensen digitale eigendommen op kunnen vastleggen. Mm-hmm. En met elkaar kunnen uitwisselen. En dat kunnen bijvoorbeeld ook identiteitsgegevens zijn. Microsoft is daarmee bezig bijvoorbeeld met decentralized identity vastleggen op Bitcoin. Maar je hebt ook andere digitale eigendommen, weet ik, auteursrechten of digitale kunstwerken. Of is op blockchain op Bitcoin, het vastleggen van digitale identiteiten op Bitcoin of op een blockchain technologie?
Nou, je hebt, ja, Microsoft heeft het Ion-netwerk ontwikkeld en die maakt gebruik van Bitcoin als laag waarop de data wordt vastgelegd. En zij gebruiken Bitcoin omdat ze vinden dat als het om identiteitsgegevens gaat, waar het individu soeverein over moet zijn, dan is het enige netwerk dat daarvoor geschikt is Bitcoin. Want Bitcoin is zo decentraal en zo veilig dat niemand daar mee kan sjoemelen. En niemand kan het censureren. En daarom gebruiken we Bitcoin. Maar de technologie rond digitale identiteiten en digital DID's en het gebruik van cryptografie staat op zichzelf los van Bitcoin. Je kunt dat ook op andere netwerken doen. Maar zodra, dat is een beetje het punt. Wat Bitcoin uniek maakt, is dat het decentraal is. Mm-hmm. Dat betekent dat er niet een persoon of een bedrijf of een overheid in zijn eentje iets, een uitzondering kan maken. Of iets kan beslissen, iets kan veranderen. Iets kan pas veranderen als het hele ecosysteem het daarover eens is dat het een goed idee is. En het is dus niet de vraag wie je moet vertrouwen. Het hele idee van vertrouwen is weggenomen. Is out of the equation gehaald. Ja. Het enige wat relevant is, is dat Bitcoin bestaat. En dan kan je ervan uitgaan dat wat je daar opzet, dat dat daar blijft bestaan in die vorm. Dat niemand daar iets aan kan veranderen. En dat is handig als het gaat om geld. Want als ik jou wat overmaak, weet ik zeker dat daar niemand tussen zit. En dat dat bij jou terecht komt. Dat is ook handig als het gaat om bijvoorbeeld het bewijs dat ik Peter ben. Ja. Ik zet daar dus niet op. Ik zet niet mijn paspoortgegevens erop, maar alleen maar het bewijs. Dus ik kan bewijzen dat ik ouder ben dan 18, zonder dat ik mijn geboortedatum onthul. Dat is onderdeel van het vraagstuk van decentrale identiteiten. En nou, wat Microsoft betreft speelt Bitcoin daar dus een belangrijke rol in. Omdat niemand ter wereld het leveren van bewijs over wie je bent in de weg kan zitten. Zou Bitcoin zijn decentraliteit verliezen, dan verdwijnt ook de waarde van Bitcoin. Want dan is er dus kennelijk een plek in het netwerk dat beïnvloedbaar is. Mm. En dat soort fenomenen kennen we al. Dat zijn namelijk gewoon centraal georganiseerde infrastructuren. Een Facebook, een overheid. Kan Bitcoin zijn decentrale karakter verliezen? In theorie zou dat kunnen. Het zou zo kunnen dat mining bijvoorbeeld. Ik neem even miners als groep belanghebbenden. Hè, dus die zijn betrokken bij het bundelen van transacties en het maken van nieuwe bloks. Die voegen ze toe aan de blockchain. En dat is eigenlijk de motor achter Bitcoin. Daardoor blijft het netwerk draaien. Stel dat op een of andere manier een enkele partij de beschikking krijgt over zo ontzettend veel mining apparatuur en daar ook de energie voor heeft, de elektriciteit heeft om die miners te laten draaien. En die zou 70% van alle rekenkracht in handen krijgen, dan zou die partij in principe een transactie kunnen censureren. Hmm. Ja, en als dat het geval is, ja, dan heb je een probleem. Want dan is kennelijk het doel van dan mislukt eigenlijk het bestaansrecht van Bitcoin wordt dan minder waard. Tot op het punt dat je eigenlijk het vertrouwen verliest in de eigenschap van Bitcoin dat niemand censureren kan. Dat niemand er invloed op kan uitoefenen. Dat niemand er de macht over heeft. Als die eigenschappen verdwijnen, ja, dan heeft wat mij betreft Bitcoin geen bestaansrecht. Want dergelijke systemen hebben we namelijk al. Dat zijn namelijk gewoon bijvoorbeeld de euro's waar we nu van gebruik maken. Ja. Je hebt de centrale banken die nu aan digitaal centrale bankgeld werken. Ja, die gaan ook gewoon digitaal geboren geld introduceren. Wat
in theorie ook programmeerbaar is. En daar kun je hele dystopische scenario's bij bedenken, ook hele utopische scenario's bij bedenken. Ja. Maar het feit dat iets programmeerbaar is, ja, dat is niet uniek. Dat is niet uniek aan Bitcoin. Nee, het feit dat niemand er de macht over heeft, dat niemand kan beslissen hoeveel er van zijn, dat niemand kan beslissen hoe het monetair beleid in elkaar zit, dat niemand kan beslissen wie er gebruik van kan maken, dat is het enige echte unieke aan Bitcoin. En dat is ook de belangrijkste innovatie. Ja, ja. En het is ook zo, hoe meer je erover nadenkt, hoe gekker het wordt. Want het is, we hebben een aantal duizenden, miljoenen computers of op dit moment zijn het zelfs gewoon hele rigs op de wereld staan. En eigenlijk het enige wat die doen is energie of elektriciteit omtoveren tot waarde. Als je het in de basis bekijkt, is het dat. En dat is dan geld waard. En dat is zo'n raar concept om je hoofd omheen te wenden. Want geld begon als een vervanging voor fysieke producten van waarde. Dus in plaats van dat ik die koe uitwisselde, hoefde ik alleen maar papier, of in ieder geval toen volgens mij nog ijzeren munten uit te wisselen. En dat werd dan alleen maar makkelijk. En op een gegeven moment beseften we, ja, maar we hoeven dat geld niet uit te wisselen. We kunnen gewoon ergens opschrijven dat het Pietje Puk zoveel te goed heeft. Maar dat had allemaal nog een link, zou je kunnen zeggen, aan die koe. Waren allemaal abstracties. Maar nu staat volledig los daarvan. Het is puur iets wat daar staat. Het tovert energie of elektriciteit wederom in waarde. Het produceert dan hitte in Bitcoin City binnenkort. En dan wordt die hitte ook nog eens weer omgetoverd in elektriciteit. Het is echt wat zijn we nog aan het minen? Het is echt een volledig zelfreferentieel systeem. Want wel natuurlijk andere dingen nodig. Want het heeft energie nodig om te kunnen draaien. Maar het is echt. Maar dat klopt, ja. Het zijn allemaal evenwichten die elkaar ook weer in evenwicht houden. Ja. En dat is het. Soms heb je van die momenten inderdaad, dan denk je erover. En dan vraag je af, hoe kan het nog, hoe kan dit bestaan? Hè? Dat is dat magische van het speltheorie. Er zijn dus zo ontzettend veel mensen en bedrijven en overheden die allemaal andere belangen hebben. Die meestal allemaal egoïstisch zijn, maar toch dragen ze allemaal bij op hun manier aan het bestaan van het netwerk. Ja. Dat is de grap. Dus zonder dat al die partijen egoïstisch zijn, dan had Bitcoin niet bestaan. De neuzen hoeven niet dezelfde kant op te staan, maar toch draagt iedereen bij. Daarom zeggen wij vaak van, ja, het is zo onwaarschijnlijk dat Bitcoin uit het straatbeeld verdwijnt, omdat je dan op een of andere manier vanuit de centrale regie al die belangen op de een of andere manier weg moet kunnen streven voor een ander gedeeld belang. Dat je met z'n allen tegelijkertijd beslist om zoiets uit te schakelen, te verbieden, te stoppen. Ja. En dat is niet dat het niet kan, hè? Want uiteindelijk is Bitcoin een netwerk en een technologie dat in gebruik genomen wordt. En heeft het ook nog een tijdspanne waarbinnen de volwassenwording moet plaatsvinden. Dat heeft te maken met die miners waar we het net over hadden. Mm-hmm. En nu is het, jij zei net van ze zetten energie en stroom om in iets van waarde. Ja, en zeker nu is dat best wel een leuke analogie. Sommige mensen spreken dan daarom ook van dat Bitcoin een batterij is. Dat er stroom wordt opgeslagen in de vorm van Bitcoin, van geld. En je kunt die stroom dus, die anders zou vervliegen of vervallen, op een later moment uitgeven. Een soort van monetaire batterij. Nou, ik vind het niet een hele mooie analogie, maar hij is wel geinig. Maar een miner, die doet zijn werk omdat hij beloond wordt. En die beloning bestaat nu uit twee componenten. Hij ontvangt subsidie en hij ontvangt alle transactiekosten van de transacties die in het blok worden gestopt die de miner gevonden heeft. Ja. En
Die subsidie is nu 6,25 bitcoin. Dus dat is 3 ton. Ja. 3,5 ton, weet ik veel, zoiets. In euro. En de transactiekosten, dat is echt een fractie ervan. Die subsidie wordt elke 4 jaar door de helft geknipt. Zit gewoon in het protocol, verandert niemand. Dus de laatste keer dat gebeurde was in 2020. Mei 2020 ging het van 12,5 naar 6,25. In 2024 wordt het dus gereduceerd naar 12,5. Ja. En dus in één keer gaat het budget omlaag. Dan is de vraag, hoe vaker zo'n halving, zo noemen we dat, gebeurt, wordt de vraag relevanter, blijft er genoeg budget over voor die miners om hun werk te doen? Ja. Want die zitten natuurlijk in de echte wereld gewoon met een kostenplaatje. Namelijk hardware, stroom enzovoorts. Ja, als dat economisch niet meer rendabel is, dan wordt de stekker er gewoon uitgetrokken. En als maar genoeg miners dat doen, ja, dan stopt het Bitcoin-netwerk. En dus om die reden zei Satoshi Nakamoto, we weten nog steeds niet wie, wat, welke groep dat is, vlak na de oprichting van Bitcoin, dat hij verwacht dat over 20 jaar, dat was dus 13 jaar geleden, of heel veel gebruik gemaakt wordt van Bitcoin, of helemaal niet. Want de enige manier om te compenseren voor het verlies van die subsidie is als er veel transacties plaatsvinden. Want dan heb je namelijk voldoende aan de inkomsten uit de transacties die verwerkt worden. En de grap is dat hoe meer Bitcoin gebruikt wordt, hoe hoger de prijs is. Want het aanbod staat vast. En als er toename van gebruikers hebben er kennelijk meer partijen Bitcoin nodig. En dus neemt de vraagkant toe. En dus stijgt de prijs. Dus wat je dan ziet is, de transactiekosten, de fees, die nemen toe. De prijs is hoger en dat compenseert voor het verlies van de subsidie. En ook dat is dus weer zo'n evenwicht waarvan je niet precies weet hoe die gaat uitpakken. Maar als de transactiekosten blijven stijgen, dan wordt het ook minder aantrekkelijk om transacties te doen in Bitcoin. Nou, dat hangt dus van de toepassing af. Want je hebt ook dus tegenwoordig het Lightning-netwerk. Mm. Dat is een laag bovenop Bitcoin. En wat je daarmee doet is, wij kunnen onderling gewoon betalen naar elkaar toe. Dat gaat vliegensvlug. En op een later moment verreken je de onderlinge saldi weer terug naar de basislaag. Mm. En dat kan op een moment dat wij zelf beslissen. En dus wij eigenlijk zeggen wij je opent een Lightning portemonnee. En die kun je later ook weer sluiten als je dat wil. En pas alleen die twee momenten wordt de basislaag van Bitcoin geraakt. Dus het is niet zo dat je voor elke betaling dan ook die hoge transactiekosten hoeft te betalen. Mm. Maar als de Bitcoinprijs stijgt en het gebruik neemt onwijs toe, dan is de kans ook groot dat er bedrijven zijn die dagelijks miljoenen verschepen. En als je miljoenen verscheept, is het weer niet zo belangrijk dat je een paar honderd, ik noem maar iets, dollar aan transactiekosten betaalt. Ja. Probeer maar eens miljoenen aan goud te verschepen. Nou, dat is een stuk duurder. En dus het is maar net welke toepassing je in je hoofd hebt, of de transactiekosten een probleem zijn of niet. Ja. Maar je hebt wel gelijk, dit moet zich nog maar bewijzen. En daarom zeggen wij ook, het is dus helemaal niet een gegeven dat Bitcoin over 10 jaar nog bestaat. Maar het is ook niet uitgesloten. Dus laten we er een serieus gesprek over voeren. En ja, dit voegt misschien weer toe aan dat magische van, ja, hoe gaat het? Ja. Maar dat is super interessant. Dus over 7 jaar weten we gewoon, of weten we, over 7 jaar zou Bitcoin gewoon verdwenen kunnen zijn, of het zou de wereld hebben kunnen overgenomen. Nou, laten we zeggen, ik denk dat 7 jaar nog net te kort is. Dus we hebben in 2024 een halving, dan in 2028 weer. Dus dan wordt het 1,75 BTC of zo, wat je dan nog aan een blok verdient. Ja. Nog 4 jaar later wordt het al minder dan 1 bitcoin. Ja, dan wordt het wel echt een dingetje. Ik bedoel, als er dan onvoldoende inkomsten zijn uit transacties, wat er dan gebeurt, is dat het equilibrium waar de mining-industrie op draait, wordt heel dun. Dus dan blijven er gewoon weinig miners over. Er is gewoon namelijk weinig geld te verdelen. Ja. En dan wordt het ineens ook heel makkelijk voor een natiestaat, ik noem maar iets, om meer dan de helft van de rekenkracht in handen te krijgen. Ja. Dus, als zij Bitcoin zouden
kapot zouden willen maken, is dat relatief goedkoop geworden op dat moment. Ja. En dan, snap je? En op die manier kan dus Bitcoin helemaal zijn waarde verliezen, omdat als dat gebeurt, het vertrouwen in het protocol gebroken is. Ja. En natuurlijk als Bitcoin over een paar jaar laat zeggen $1 miljoen aanraakt, dan is het probleem natuurlijk helemaal niet relevant, want dan blijft het nog steeds gewoon waardevol om te minen. Klopt, dus afhankelijk van hoe de Bitcoinprijs stijgt, in de meeste scenario's blijft het budget dat miners hebben om te verdelen, om en nabij wat er nu ook te verdelen is. Ja. En dat betekent dus ook dat de vraag naar stroom helemaal niet gaat toenemen. En dus die doemscenario's van dat Bitcoin maar steeds meer stroom gaat gebruiken, dat kan helemaal niet. Dat is in geen van de scenario's het geval. Het stijgt misschien een beetje, maar het wordt niet heel veel meer dan dit. Ja, want je hebt dus een aantal modellen die de prijs van Bitcoin probeert te berekenen. Volgens mij is de meest algemene de S2F-model of zo. Ik weet niet veel van gehoord. Ik heb niet weet niet echt wat van. Ja, stock to flow staat dat voor. Stock to flow. En die zou volgens mij een ton of zo eind november dit jaar of zo voorspellen. Dus je hebt iemand, Plan B, heet hij op Twitter. Nou, zijn Twitter-handle is volgens mij 100 trillion USD. Hij heeft inmiddels meer dan 1,5 miljoen volgers, geloof ik. En die kwam in 2019 kwam die met het stock-to-flow model. En wat hij daarmee deed, was voor het eerst eigenlijk een waarderingsmodel lanceren, waarmee je kon herleiden waarom Bitcoin de prijs heeft die het heeft. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat het heeft toegevoegd, is dat er geredeneerd ging worden over de verhouding tussen hoeveel van een goed per jaar nieuw op de markt komt en het huidige aanbod. En eigenlijk dus het redeneren over schaarste en wat dat doet met prijs. Puur vanuit econometrisch oogpunt zijn er gaten geschoten in het model. Ja. Sowieso geldt voor elk model. De vraag is niet of die klopt, zeg maar. De vraag is wanneer die niet meer klopt. Ja, maar het stock-to-flow model is wat anders dan wat jij net beschreef met die ton eind november. Dat was weer een ander prijsmodel van dezelfde figuur, dezelfde Plan B. En dat was zijn price floor model. Kennelijk heeft hij zelf een prijsmodel waarmee die voor zichzelf maand op maand een prijsvloer terugkrijgt. En op basis daarvan zegt hij, in november, eind november, is de prijs van Bitcoin $98.000, want dat is wat de bodemprijs is die uit mijn price floor model komt. Nou, de kans is vrij groot dat dat model na deze maand gesneuveld is. We hebben nog 4 dagen. Ja. En we zitten op 54,5. Ik weet niet wat voor prijsbeweging daar nog moet komen om dat model nog in stand te houden. Maar dat gaat het denk ik niet worden. Ja. En dus we hebben een voorbeeld van een prijsmodel dat misschien heel lang functioneel is geweest, maar nu niet meer. En dat is wat de realiteit is met prijsmodellen, hè, die komen en die gaan. Hieronder ligt natuurlijk het vraagstuk van, hoe kun je Bitcoin waarderen? En dat is serieus een hele goede vraag. Ja. Waar niet een sluitend antwoord op is. En dat maakt het voor veel financiële professionals ook gewoon een beetje een gek ding. Een beetje eng. Je hebt voor aandelen heb je hele duidelijke waarderingsmethodologieën. Dat zijn productieve assets, je kunt dividenden krijgen, je kunt wat zeggen over de mensen die er werken, over in welke industrie ze werken, over wat ze produceren, over de prijzen die ze hanteren. Je hebt balansen enzovoort. Dat heeft Bitcoin allemaal niet. Nee. En dat heeft goud trouwens ook niet, maar en olie ook niet per se. Dus het is vooral gewoon wat de markt ervan vindt. Maar ja. Is de markt dan rationeel bezig of niet? Weet je wel, ja, maar misschien is het wel een bubbel. Ik ga mijn vingers niet aan branden. En er zijn er ook groepen die zeggen, ja, het is een. Je kunt daar netwerkeffecten. Het heeft een netwerkeffect en daar kan je de waarde van meten. En daar zijn daar dan prijsmodellen voor. Maar ja,
hoe nauwkeurig is dat dan? Wat is nou de echte prijs? Oh, misschien moet je kijken naar hoeveel het kost om een bitcoin te produceren. En is dat de prijs? Nou, en zo ontstaan er allerlei gesprekken over wat een bitcoin waard is. En gesprekken over de fair value. Ja, en die lopen onwijs uiteen. Dus je hebt er nog steeds geen bal aan. Er is dus niet een model die zegt van zoveel zou een bitcoin waard moeten zijn. Ja. En het is dus voor een heel groot component is dus gewoon... wat de prijs is op de markt, is de prijs. En daar moet u het mee doen. Ja, en vanwege de manier waarop bitcoin groeit, fluctueert die prijs nogal. Dat gaat dus heel schoksgewijs. Want dan hebben we het weer over die adoptiecurve, dat is zo'n belcurve. We zitten nu aan het begin. Ja, als groei doorgaat, dan kan dat wel eens explosieve prijsbewegingen veroorzaken. Eerst omhoog en dan zijn er groepen mensen die denken, oh, ik heb hier nou voldoende rendement uitgehaald. Ik heb het nu niet nodig, dus ik stap uit. En dan gaat het weer naar beneden. En dan neemt die groei weer toe. En dat gaat dus schoksgewijs omhoog. Beetje als je zou je moeten voorstellen dat als je... stel, goud zou niet bestaan en dat vinden we nu. En in 10 jaar gaat het op zoek naar de prijs die het heeft. Ja, dat gaat ook met allemaal pieken en dalen natuurlijk. Weet je, dat is... Tot je een bepaald equilibrium vindt, namelijk op het punt dat er geen groei meer is. Op welk punt dat precies is, weet ik niet. Maar het is aannemelijk dat zodra de groei stopt, en dat er dus, stel dat is 60% van de wereldbevolking en het heeft zijn toepassingen gevonden. We zijn erachter wat bitcoin precies is en welke verschijningsvorm het nuttig is, net zoals we het internet nu kennen. Nou, dan is de kans groot dat de waarde van bitcoin vrij stabiel blijft. Het produceert namelijk niks. Het is er dan gewoon. En het wordt gebruikt. En dat is het. Ja. En hoe dat er dan uitziet, dat weet ik niet. Het is ook nog zo'n vraagstuk. Ik heb daar geen antwoord op. Misschien is het tegen die tijd nog steeds super volatiel. En is dat onbruikbaar? Ik heb geen idee. Misschien wordt bitcoin wel de standaard van waarde. En dan hebben we niet meer dat bitcoin fluctueert in dollarprijzen. Maar dollar fluctueert... Ja, dat iedereen gewoon in sats denkt, inderdaad. Ja, ja. Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, ook daarvan, ja, weet je, daar zijn gewoon wel ook goede argumenten tegen, weet je. En dat vind ik het leuke hiervan. Het is over zoveel verschillende dingen te discussiëren en te praten en na te denken. Dat is ook een van de dingen die we hopen met het boek te bereiken. Dat er ook gewoon mensen zijn die heel veel weten over iets. Die ook geactiveerd worden om erover mee te denken. Mm. Hoe zou dat er dan uitzien? Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat er zijn economen die eigenlijk stellen van... joh, een geld heeft een ideaal valutagebied. En die stellen eigenlijk... ja. Het is helemaal niet mogelijk dat een geld, dat één munt, door heel de wereld... gehanteerd wordt op een gezonde manier. Omdat er gewoon onderling veel te grote verschillen zijn. Hmm. En dan kunnen ze refereren bijvoorbeeld aan de tijd dat goud gebruikt werd als geld. En toen de internationale handel toenam, zag je dat vanwege productiviteitsverschillen goud eigenlijk maar één kant op vloeide. En dat zorgt dan weer voor problemen en moeilijk. En ja, ik weet daar niet zoveel van als zeggen Wim Boonstra. Ik vind het echt machtig mooi wat hij daarover kan vertellen. En ik zou daar meer over willen leren. En ik zou het leuk vinden als hij dezelfde kennis heeft over bitcoin. Dus dat we van elkaar kunnen leren. Dus dat hij... Weet je wat grappig is? Want ik was aan het nadenken over een nieuwe format van gesprekken. Namelijk twee experts tegenover elkaar zetten. Waarvan één expert vragen heeft over een vakgebied die niet de zijne is. En aan die expert de vraag gaat stellen. En waar ik dan bij zit als een soort van intermediair. Van, hey jongens, we moeten every jaar gewoon nog terughouden. Kunnen we terugkomen naar het basis. En dus daar moest ik even aan denken. Maar vertel verder. Nee, maar dat is super interessant, ja. Ja, het mooiste is, ja, eigenlijk wil je gewoon met een stel van dat soort koppen. Gewoon met een biertje en een ronde tafel bij elkaar gezet worden. En dan gewoon eens vrijuit filosoferen over hoe dat eruit zou zien. Ja. En dus we laten ook gewoon nog wel het eindjes open in het boek. Van, we zijn dus niet zo stellig over, joh, bitcoin wordt het enige geld. Want we weten ook gewoon niet of dat wel kan. Want je legt ook best wel een dikke bom onder mensen die bitcoin vooral willen gebruiken als een asset of als store of value. Als je zegt over 7 jaar, weet ik niet, of 10 jaar, sorry, weet ik niet wat er, of het dan nodig is of niet.
En we hadden het eerder ook al over de adoptie van Bitcoin in Nederland. Dat het waarschijnlijk een van de laatste landen gaat zijn, omdat onze systeem gewoon te goed in elkaar zit. En ik weet niet, ik ben zelf al wel een beetje aan het kijken naar, wil ik misschien wel in ieder geval voor een deel overstappen naar een, niet per se Bitcoin, maar in ieder geval wel crypto-based spending van geld. Ik weet niet of je daar zelf naar aan het kijken bent, want ik was eigenlijk al jaren eerder wel, want ik zag al de spaarrekeningrentes van 2-3% en ik dacht, wat moet ik daar nou mee? En toen ben ik gaan kijken naar crowdfunding leningen. Die zijn dan niet decentraal, maar het zijn gewoon crowdfunding leningen en daar stop je dan geld weg en dan is het in ieder geval veel meer dan je geld op een spaarrekening zetten. En op dit moment ben ik ook wel echt serieus naar crypto en exchanges aan het kijken waar je geld op kan waar je geld op zet en waar je zelfs ook nog eens rente krijgt voor het feit dat je daar geld op staat, in plaats van dat je geld moet betalen om geld op een rekening te zetten. En ik weet niet, het klinkt wel een stuk aantrekkelijker dan je geld op een spaarrekening of op gewoon een betaalrekening zetten waar het alleen maar jaar op jaar waarde verliest. Ja. Ja, zeker, dat snap ik. En hier, ik trek hier eigenlijk altijd een hele dikke streep tussen het gesprek over Bitcoin als opkomende technologie. En inmiddels zijn we het station gepasseerd dat als je dit zegt, dat mensen alleen nog maar denken aan blockchain bijvoorbeeld, want dat was in 2017 zo'n hype, hè, daar ging alles over blockchain. Mm-hmm. Maar als opkomende technologie, en dan denk ik aan de vergelijking met de opkomst van het internet. Mm-hmm. En daar hebben we het nu over gehad en daar hebben we het boek over geschreven. En het domein van het beheren van je geld, om maar even heel simpel te zeggen. Ja. En dat gaat over heel persoonlijke keuzes. Dus dan begin je voor de gemiddelde Nederlander met van, joh, ik heb wat geld over. En voor de een is dat 1000 euro. En voor de ander is dat misschien een ton of meer. En dan volgt onderroepelijk de vraag, ja, wat ga ik daar dan mee doen? Nou, en het aller, nou, ik wou zeggen dom, maar dat vind ik een beetje verkeerde klassificatie, want ik denk niet dat mensen dat bewust doen, maar het allerergste wat je kunt doen is dan maar blind instappen op iets waarvan je denkt, nou, daar is wel wat te halen. Ja. En bijvoorbeeld omdat je in Amsterdam een Shiba Inu tram ziet rijden en van een vriend hebt gehoord dat hij daar rijk mee is geworden. En dan stop je daar die 1000 euro in. Oh man, is het mooi. Dat is morgen dan 2000 euro ja. waard, weet je wel. Niet dat die keuze heel positief kan uitpakken, maar dat is gewoon geen goede framework voor beslissingen maken. Exact. Ja. Dus het beheren van je geld is super rationeel. Het zou super rationeel moeten zijn. Hè? Dus emotie is daar in principe een slechte raadgever en niet op van toepassing. Dus dan gaat het over het maken van een plan, een strategie. En dan ga je nadenken over wat wil ik eigenlijk met mijn geld? Wil ik gewoon dat het zijn waarde behoudt? Dus dat het tegen inflatie corrigeert? Wil ik dat het meer waard wordt? Wil je het gaan beleggen? En als je dat dan wil, hoeveel risico wil je dan eigenlijk nemen? Hoe ziet het eruit? Wat is jouw risicoprofiel? Hoe overtuigd ben je eigenlijk van wat je gaat doen met je geld? Nou, en dan komt misschien een keer de vraag van, nou, wil ik het in crypto steken? En dat kan. Als je er bewust van bent van, daar ligt het risico relatief hoog. De rendementen ook. Maar er staat dus altijd risico tegenover. Er is niet zoiets als risicovrij rendement. Hmm. Zodra je ergens veel rendement maakt, heb je veel risico genomen. Wees je daarvan bewust. Nou, en dan zit je in de cryptomarkt. Maak ik ook heel dik onderscheid tussen Bitcoin en de rest van de markt. Hmm. Bitcoin is echt een ander ding van al het andere wat je kan vinden. En dat heeft te maken met het hele gesprek dat we net hebben gehad. Hm. Het is een op zichzelf staand, decentraal ding, waar niemand van kan zeggen dat het morgen niet meer zou bestaan, of andere eigenschappen heeft. Al die andere munten die er zijn, hebben dat in min of meerdere mate wel. Dus daar zitten centrale invloeden, zijn daar bij betrokken.
En Ethereum bijvoorbeeld is, zou je van kunnen zeggen, op weg om decentraal genoeg te worden om te kunnen zeggen van nou, die heeft soortgelijke eigenschappen, maar staat ook nog op afstand van Bitcoin. En dus in de categorie crypto assets, waar heel veel verschillende dingen in te vinden zijn, is Bitcoin het minst risicovolle. Maar wees je van bewust dat dat ten opzichte van het kopen van wat goud of het kopen van een staatsobligatie, dat is voor consumenten natuurlijk niet zo relevant, maar is dat alsnog risicovoller. Een stuk risicovoller. Ja. En dan gaat het dus om de vraag, nou, als jij dat risico wil nemen, bijvoorbeeld omdat je ervan overtuigd bent dat Bitcoin zeker nog wel 10 jaar bestaat, nou, dan zou je kunnen zeggen, ik steek een stukje van mijn 1000 euro, of 10.000 of 100.000 euro, bijvoorbeeld 5%, daar komt Bitcoin van. Want als de komende 10 jaar die groei wel plaatsvindt, zoals neem het scenario dat de adoptie toeneemt van 2% nu naar 40% nu. Stel, die prijs gaat nog 20 keer over de kop. Dan ben ik daaraan blootgesteld. Als het niet gebeurt, ben ik maar een klein stukje van mijn inleg en mijn totale vermogen kwijt. Ja. En dat is de manier waarop je redeneert over hoe je met je geld omgaat. En dat is dus voor iedereen persoonlijk weer anders. Er zijn ook mensen die zeggen, ik steek 100% van mijn vermogen. Ik ga all in, Michael Saylor bijvoorbeeld. Dat mag ook. Maar dat is dus prima dat hij dat beslist. Maar dat is niet iets per se wat je zou moeten volgen of zo. Ja, je kan daar geen financieel advies uit halen. Nee, dat is het. In principe moet je het helemaal voor jezelf bepalen. Ja. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen wat jij zegt. Van, ja, die rent iedereen, dat is dus het punt. Iedereen wordt dus eigenlijk, ja, het is geen dwang, komen we weer. Maar omdat de rente zo laag is, gaan heel veel mensen op zoek naar andere manieren om toch rendement te halen. Ja. Ja, en dus komen mensen uit bij beleggen. En dus komen ze uit bij crypto's. Ja, en dat vind ik ook een van de bijwerkingen van het huidige monetair beleid. Ja, want je merkt gewoon dat je geld, wat is het nou volgens mij, binnen 10 jaar wordt die gehalveerd? Als we op deze huidige inflatie niveaus blijven. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. In ieder geval, je geld wordt gewoon elk jaar minder en minder, minder. Dus je moet gewoon gaan kijken naar manieren om het ergens neer te zetten waar het in ieder geval niet minder waard wordt. Zodat je je geld niet, zodat je de energie die je hebt geleverd nu om dat geld te verzamelen, niet verwatert over de tijd heen. Dus dat is natuurlijk een goede zonde. Ja. Heb je een jaar keihard gewerkt voor wat spaargeld, en over 10 jaar kan je er minder mee. Dat is natuurlijk echt niet een fijn gedachte. Ja, dat is een goede manier om het te beschrijven inderdaad. Je hebt natuurlijk energie geleverd nu, en over een aantal jaren is die energie minder waard geworden. Terwijl als je het... Ja, daar moet je echt bewust van zijn. Hè? Je leeft maar 1 keer. Jij doet je uiterste best om daar wat van te maken. Dag in dag uit zwoeg je zeg maar, op de aardbodem. En op de schaal van de aarde maakt het allemaal geen hol uit wat je doet. Maar jij besteedt daar gewoon veel energie aan. Hmm. En dat levert iets op, misschien. Als je geluk hebt. Dan blijft er, als je helemaal geluk hebt, nog wat van over. Ja, dat is natuurlijk... Dat is de reden dat soms ook wel eens gezegd wordt in Engeland zeggen ze, of in de Engelse taalgebied zeggen ze, inflation is theft. Mm-hmm. Dat inflatie op vrij arbitraire wijze, dat de arbeid die jij geleverd hebt, weer ongedaan maakt. Is natuurlijk echt is een heel onvriendelijk gebeuren, zeg maar. Zeker als dat monetair beleid is, en zeker als dat ook nog eens is in een situatie waarin de meeste mensen maandelijks een bepaald bedrag krijgen, die net genoeg is om die maand te overleven. Want als de inflatie er is en je maandelijks bedrag wat je krijgt is meer dan je die maand hoeft te besteden, dan kun je nog profijten van die inflatie. Op deze manier natuurlijk niet. Nee, je zou het ook om kunnen draaien dat mensen die van maand tot maand leven het minst last hebben van inflatie. Want zij geven hun geld namelijk direct uit. Zij hebben niet last van de ontwaarding over langere tijd. Ze hebben wel last van hoger wordende prijzen, dat wel. Dus het wordt extreem vervelend als je loon niet meegroeit, maar de prijzen wel blijven stijgen. En daaronder zit natuurlijk weer dus dat
de economie stagneert, maar de prijzen stijgen wel. Ja, dat is voor centraal bankiers de allervervelendste situatie. Voor ons ook. Ja. Ja, ja, zeker weten. Ja. Hey, ik heb denk ik geen vragen meer. Ik vond het heel leuk gesprek. We zijn echt wel vanuit heel abstract hoog over naar een heel specifiek praktisch punt gaan. En dat vind ik altijd wel leuk, want dan heb je die achtergrond waar tegen je die concrete praktische dingen aan kan afzetten. Zijn er nog dingen die jij wilt noemen? Nou, ik vond het ook een heel leuk gesprek. We zijn inderdaad een beetje van links naar rechts gegaan, maar ik denk en ik hoop dat het goed te volgen is. En ik hoop ook dat als je... Wat ik vooral hoop is dat bij mensen die luisteren, het nieuwsgierigheid is aangewakkerd. Hmm. En de realisatie dat geld, voor veel Nederlanders is gereduceerd tot een gebruiksobject, je betaalt ermee... Maar het is zo ontzettend veel meer dan dat. En het is niet stoffig. Het is een heel interessant domein. Dat een groot deel van je leven bepaalt. Hoe je handelt. Dat zit allemaal verbonden aan geld en het geldsysteem. En hoe dat geld beheerd wordt. En of je het nou leuk vindt of niet. Er is van alles aan het veranderen rond geld. En ik denk dat het voor heel veel mensen heel nuttig is. Om daar gewoon kennis van te hebben. Je hoeft er nog niet eens direct iets mee, maar puur het hebben van kennis wat er gebeurt met het geld en welke krachten daarop van invloed zijn en hoe daaraan gesleuteld wordt. Dat bewustzijn, die kennis, opent misschien in de toekomst voor jou als individu ook gewoon weer mogelijkheden om je voor te bereiden op de uitkomsten van waaraan gewerkt wordt. Dus als die nieuwsgierigheid er is, zou ik zeggen, start bij Ons Geld is stuk. Het boek, en lees dat. Waar kun je hem kopen? Ik zou gewoon even naar onsgeldisstuk.nl gaan. En daar staan alle verkooppunten. Volgens mij ligt hij bij 1200 boekhandels of zo in Nederland. Hm. En ook op bol.com en allerlei andere online verkooppunten. Dus je kunt er eigenlijk niet missen. Dat is het voordeel van dat het in de bestseller top 60 of nummer 1 kwam. Dan verspreidt het zich ook een beetje als een vuurtje. Ja, mooi. Ja. Oké, dankjewel voor je tijd, man. Ik vond het mooi. Yes, insgelijks. Dan is het nu tijd om even te lunchen.